Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik heb zo meteen een afspraak in de Bijenkorf met Wim van Dior. Hij gaat me weer opmaken. Dus ik spring heel even onder de douche. Ik maak me even klaar, maar ik maak me niet op, want dat doet hij. En dan ga ik die kant op. Oké, ik ben onderweg. Ik heb mijn haar trouwens in een lage knot weer. En dit is hoe mijn docent van Bie zei dat ik mijn haar dus vaker moet dragen. Ik vind het eigenlijk best leuk. Had ik dus ook toen ik naar de misverkiezing ging. En ik las al dat een paar tutorial wilde, dus... Ik zou kijken of ik dat op kan nemen. Ik sta op de tram te wachten. Ik kan in principe vanuit huis lopen naar de Bijenkorf. Of ik pak één halte de tram. Ja, de tram is super snel. En elke tram die hier komt, die stopt er dus. Ik ben bij de Bijenkorf. Ik ben iets te vroeg. Het is namelijk 10:10. Om 10:00 gaat hij open. Maar ik zie Wim al. Maar ik heb geen telefoonnummer bij me ofzo. Dus ik zie ze daar staan. Maar ik kan er niet naar binnen. Ik denk ook dat de deuren echt niet open gaan. Uit veiligheid, zeg maar. Dus misschien loop ik even naar de kruisvaart naar binnen aan de overkant. 10 minuutjes. Ja. Ik heb tandpasta en haar elastiekjes gekocht. En nu ga ik naar de Bijenkorf. Ja, ik ben in de Bijenkorf. Daar is Wim. Hi Wim. Hallo. We gaan zo filmen samen. Een kerstlook opnemen. Kerst 2014. Ja, leuk. En dit is de PR-dame van Dior. Goedemorgen. Hij werkt bij Dior Den Haag. Dit is de counter hier in Den Haag. Het is ochtend, rustig. En we gaan zo filmen. Dit zijn alle mooie producten. Nou, ik ben klaar. Ik ben opgemaakt. De tutorial komt zaterdag online. Ik ga nog heel eventjes naar een winkel. En dan naar huis. We zijn even bij Pennywise. En dit is de winkel met tweedehands kleding die ik heel erg leuk vind in Den Haag. Dit is dus Pennywise. En hier hebben ze allemaal tweedehands designer kleding. Heel erg leuk. Ik heb daar echt al heel vaak hele leuke dingen gescoord. En dan hangen er gewoon dingetjes van Chanel, Dior enzovoort. En dan gewoon voor veel minder geld. Dit zijn dan zeg maar de basic dingen. En dit zijn bijvoorbeeld mooie couture dingen. En dan betaal je, nou voor dit jasje bijvoorbeeld, Smart Visser €179. Maar nieuw is die gewoon echt veel duurder. En ik was hier een keer met Shirley en toen had ze ook echt een Burberry jas gevonden voor 200 nog wat. Dus je kan hier echt zo leuk mooie dingen scoren. En vaak is het echt maar één keer gedragen of zo. En ook schoenen. Ja, allemaal schoenen. Ja, deze zijn wel mooi. Van Gucci. Die nu nog gewoon in de winkel te koop zijn. En die zijn dan €205. Ik loop nu langs een van mijn favoriete stukjes van Den Haag. Het is een prachtig weer. Het weerspiegelt heel mooi in het water. Ah, het is zo mooi. En daar verderop zie je ons huis ook al in de lucht. Ik vind dit echt het leukste stukje om zeg maar te wandelen. Ik was dus nog even naar de winkel gegaan met de PR-dame van Dior. En ik ga nu snel naar huis, want het is lunchtijd. Ik ga even nog wat eten ergens. Ik lunch even heel snel bij Exi met deze Monaco salade en geitenkaasbroodje. Ik heb dus net eventjes wat gegeten en ik zat de krant te lezen. En echt een heel leuk interview met OJ Goulson. Ik vind haar zo cool. Het is echt een inspirerend persoon voor, denk ik, elke vrouwelijke ondernemer wel. En er zijn wel meer van dat soort mensen waar ik echt... Als ik zie dat er een interview ergens met iemand staat, dan moet ik die wezen. En hebben jullie dat ook? Als je zo iemand hebt dat je denkt, oh, ik moet gelijk de krant openslaan om dat te lezen. Ik ben weer thuis en nu als de bieden weer gaan aan de slag, want het is 2:30 inmiddels. En ik zie dat ik een campagne straks om 3:00 live moet zetten met wat kleine aanpassingen. Dus dat moet ik nu even snel doen. En dat ga ik nu doen. Ik heb echt een slappe lach. Ik heb een filmpje teruggevonden van mezelf dat ik in een film speelde. 2007, 7 jaar geleden. Kijk, dat ben ik. Ik had de hoofdrol in een filmpje. Een B-film die nooit... ja, die is 1 keer gedraaid in een bioscoop iets. En ja, te grappig. En dat ging over moslimterrorisme en zo. En ik was toen de good guy, the good friend. Je moet me even zoeken. Het heet Na het avondgebed trailer. En dit is van Sparky Sticker. En dit was mijn oude account. We hebben 12.000 keer bekeken. Wat weet jij van hen, Arjan? Nee! En deze ook. Dit was mijn klasje. Dit was groep 7. Waar ik toen... Kijk, hoe oud was ik toen? 18, geloof ik. Of 19. Dat ik hier stage liep. Een jaar lang. Dat was groep 7, zo leuk. Hey, ik ga nu het interview met Lynn uitwerken. En op zich ben ik wel blij dat ik het toch in tekst ga doen. Want ze spreekt natuurlijk Engels. En ik weet dat er mensen zijn die geen Engels kunnen of slecht. Dan is het het makkelijkst als ik zo'n interview natuurlijk naar het Nederlands vertaal. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik ben aan het werk. Ik heb vlog geëdit, een artikel geschreven.
enzovoort, enzovoort. En mijn artikel wordt nu gecheckt door iemand. Ik heb iemand die mijn tekst gecheckt. Die had het erg rustig de laatste tijd. En ik ben dus ook met mijn boek bezig. En ik vind het heel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Want mijn deadline is halverwege februari. Dan moet die af zijn. En ik heb 80 hoofdstukjes. En dat staat gelijk aan 80 artikelen. Dus je zou kunnen zeggen dat ik eigenlijk van nu tot aan de helft februari 80 artikelen moet hebben. Die allemaal perfect zijn. Helemaal af en alles. En ja, ik vind het best moeilijk. Ik bedoel, ik heb eigenlijk nu 5 hoofdstukken gemaakt. Die heb ik al naar de uitgeverij gestuurd. Die vonden ze goed. Zaten wat kleine aanpassingen. En die worden dus aangepast. En dan weer ik editen, aanpassen. Totdat het perfect is. Als het goed is, het schijnt normaal te zijn in de schrijverswereld. Oh, ik kan niet geloven dat ik straks kan zeggen dat ik schrijver ben. Als dat goed is, je hebt een go, dat je dan woef, zo er doorheen gaat. Door alle andere dingen, dat je zo doorwerkt. En ik kan me op zich ergens voorstellen, ja, als ik lekker bezig ben met een artikel en de intro gaat goed, dan kan ik soms ook wel gewoon duizenden woorden tikken. Maar 80 hoofdstukken, dat is natuurlijk wel, of in dit geval zou dat dan 75 hoofdstukken zijn na dit. Ja, vind ik toch wel pittig. En ik ben benieuwd hoe ik het ga doen. Ik heb in ieder geval met mezelf afgesproken dat ik de komende periode moet proberen te minderen met afspraken, nog minder. Kan je nagaan dat ik ooit 5 dagen in de week naar Amsterdam ging? Dat ik gewoon 5 dagen in de week van 's ochtends tot, ja, gewoon wat ik soms heb, zo'n dag. En dat ik dan thuis kwam en vervolgens mijn artikelen ging schrijven. Ik weet niet hoe ik dat deed. Ik hield gewoon geen leven over. En nu probeer ik het gewoon steeds minder te doen en dan meer focus op het schrijven. Dus, hey, ik ga eventjes boodschappen doen. En boven is de Fashion Factory Outlet. We zijn klaarmaken, want straks is een soort van opening iets om 7 uur. Wij gaan daar ook heen. Heel erg leuk, dan heb je allemaal designer dingen. En ik ga nu heel veel dingetjes halen. Oké, wij zitten hier dus en ik zeg ineens, wat is dit? Dit is ons balkon, hè? Maar daarnet was het wit. Was het wit. En wij dachten, hè? Masha dacht, hè, daar is een lampje. Ik dacht, nee, er zal wel een plaat voor zitten. Kijk, het verandert. Van dus, particulaar. Wij dachten, hè? Is dit een balkje met licht of zo? En toen dacht ik, nee, het is een weerkaatsing van iets. Wat heb je bedacht? Hij zegt, kijk er eens overheen. Ja, ik ga het niet meer doen. Ik laat de camera ook kijken. Oké, jullie zien niet hoe erg het is, maar het is echt zo fel dat je oenk. En heel nieuw Babylon staat. Heel nieuw Babylon is niet. Vorig jaar hadden ze het, maar dan met alle lege dingen, alle secretjes en zo. En nu hebben ze al onze dingen. Ja. Je ziet, ik zag ook dit, allemaal mistig en zo lijkt ja, het wel. Ja, daarom, ik snapte dat ook niet helemaal. Dus ik dacht, hè, dat komt van de lekker. Wat is groen? Nee, geel. We gaan naar beneden, naar de Fashion Factory Outlet. Voor het eerst dat er zoiets is wat echt gewoon op 1 meter afstand van ons huis is. Letterlijk. Kijk, we hebben het gevonden. We hebben dus allemaal lichtjes en dat schijnt dus van beneden erop. Kijk hoe cool, hij verandert van kleur. Van de ja. Wij zijn binnen bij Fashion Factory Outlet en er is nu een uurtje voor, zeg maar, pre-shoppen voor pers en zo. En er staan al heel veel mensen die naar binnen willen. Dus kijk, ze hebben dan heel veel spullen die heel erg in de uitverkoop, zeg maar goedkoper zijn. Dus we gaan even shoppen. Ik ga deze denk ik kopen. Kijk, dit is een soort, het is eigenlijk een jurk geloof ik, maar het is een trui. En het is zo mooi, lange trui. Hij is van het merk 100, ken ik niet, maar hij is afgeprijsd van 179 naar 35 en dat is niet verkeerd. Oh mijn god, voor de eerste 50 klanten gratis UX, dus het is echt mega chaos hier. En wij staan ook in de rij, we hebben denk ik nog 5 mensen voor ons. Ik hoop dat ze nog hebben straks. Nou, geloof het of niet, er waren dus 50 paar UX. Wie had de allerlaatste in haar maat? Iedereen aan cheaten. Ja, er waren heel veel mensen aan cheaten en er waren gezinnen met z'n drieën en dan gingen ze alle drie 1 bobbelfles afrekenen en UX halen, waardoor eigenlijk stond Gregor, achter mij en had hij zeg maar het laatste paar moeten hebben. Maar dus toen hadden we er 2. Zeg. Hadden we 2 paar, wat op zich ook niet eerlijk was, want dan had ik dus 2 paar dezelfde UX. Ja, nou ja. En dan hadden we apart afgerekend, wat we al van plan waren. Ja, omdat we allebei wat. Hij heeft een jas en ik heb een. Nee, we wisten niet eens dat er UX waren. En toen uiteindelijk was er dus een andere mevrouw die dat deed. Die hoorde bij een gezin waar ze met z'n drieën dus een bobbelfles hadden afgerekend. Nou, daar zal wel een reden zijn waarom ze zo moeten doen. Dus, weet je? Ze zullen het geld vast nodig hebben. Ja, misschien. Dat verkopen ze weer op marktplaats. En, precies, en dan kunnen ze misschien weer. En ik heb gewoon een paar UX.
Zo doe ik altijd. Weet je. Zij zullen het waarschijnlijk harder nodig hebben dan er zal een reden zijn. Ja. Andere mensen in de rij. Daarom. Dus. Good for them. De Uggs. The Uggs. Dat is ook echt mijn maat. 41. They're so ugly. Blauw. Wauw. Nice. Hoe ziet mijn outfit eruit? Nice. Want het past bij je. Blauwe topje. Shirt. Gregor heeft een jas gekocht. Ja, eindelijk. Dit is hem. Groen is die. Hij is groen. Nice. Lekker warm. Ja, dit is lekker voor de Scooby. Scooter. Scooby. Scooby. En hij is van... Waar is die van? Voor? Geen idee. Ik kan het niet. Hij is van... Die stress. Oh my god. Yay! YouTube Rewind 2013, de 10 meest bekeken kanalen. Guess what? En niet, ik sta daartussen en dat niet alleen. Er staan maar 6 Nederlanders tussen. En ik ben de enige vrouw. Ik ben gewoon de nummer 1 vrouw op YouTube. Beauty. Gewoon. Nee, gewoon YouTuber. Nee, want de nummer 1 is een van die anderen, denk ik. Nee, de nummer 1 vrouwelijke YouTuber van Nederland. Ja. Dank jullie wel dat jullie altijd kijken naar mijn video's. Want door jullie ben ik, sta ik nu in dit lijstje. Ik besef me eigenlijk, ik denk dat ik nu pas een beetje begin te beseffen wat dat betekent. Ik, mijn dingen worden gewoon meer bekeken dan One Direction in Nederland. Meer dan One Direction. Dat... Gregor heeft eten gemaakt, kip met spinazie. En ondertussen ben ik een interview voor een magazine via de mail aan het doen. Maar dan hoor je er echt hard lachen. Dan vindt ze haar eigen filmpje zo leuk. Of een actie die een van ons doet.